Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over wat er gebeurt als anderen niet achter je keuze staan. Het kan wel eens gebeuren dat je een supergoed idee hebt, dat je echt denkt, ja, dat ga ik doen, dat je helemaal blij bent, dat je adrenaline door je lichaam voelt stromen. Vol enthousiasme ga je het vertellen aan je partner en je hoopt eigenlijk dat diegene net zo enthousiast is als dat jij zelf bent. En jouw partner is op dat moment ook blij en enthousiast voor je, maar die ziet ook een hoop beren op de weg. Zou je dat nou wel doen? Wat als het misgaat? Waar moeten we allemaal rekening mee houden? Die gaat al een heel plan bedenken, waardoor het eigenlijk minder leuk wordt om jouw idee uit te voeren. Daardoor kan het gebeuren dat het vertrouwen wat je daarvoor nog had in je eigen idee, dat dat een beetje wegzakt, dat dat een beetje minder wordt. Misschien vertel je daarna aan een vriendin hetzelfde idee en kijkt zij je aan alsof ze water ziet branden. Alsof je vertelt dat je de komende zomer in je bikini op de Noordpool gaat doorbrengen. Ja, daar gaat het vertrouwen wat je daarvoor wel had in je eigen idee. En soms voelt het best moeilijk als iemand anders niet achter de keuze staat die jij wil gaan nemen of de beslissing die jij hebt genomen en wat je wil gaan uitvoeren, omdat we als mens zijnde toch graag bevestiging willen hebben. We willen graag dat anderen ook vertrouwen hebben in ons idee en dat zij net zo enthousiast zijn als ons. De keuzes die wij zelf maken, die kunnen wij maken vanuit twee dingen. We kunnen ze maken vanuit liefde of we kunnen ze maken vanuit angst. En wanneer jij een keuze maakt vanuit liefde, dan voel je blijdschap door je hele lichaam stromen. Je voelt je gelukkig, je voelt je energiek. En je volgt echt je hart en je intuïtie in deze keuze. Jouw keuze geeft jou eigenlijk vleugels. Je wordt er zo ontzettend blij van. Daarnaast kun je een keuze maken vanuit angst. En als je een keuze maakt vanuit angst, dan doe je dat omdat je denkt dat dat goed voor je is. Dat je er beter van wordt. En je doet het niet per se omdat je er voor de volle 100% achter staat. Dus je kunt bijvoorbeeld iets doen omdat je denkt dat dat in de toekomst wel handig kan zijn. Of je kunt een verzekering nemen omdat het misschien ooit van pas gaat komen. Weet je, dat zijn dingen die je vanuit ratio doet, maar niet omdat jouw gevoel erin zit, omdat jouw passie erin zit. En omdat het je echt gelukkig maakt. En wanneer jij een keuze vanuit liefde maakt, dan zal dat altijd in jouw hoogste goed zijn. Het zal altijd goed uitpakken, omdat de emoties die erbij horen een hoge frequentie hebben. En wanneer je een keuze maakt vanuit angst, dus vanuit ratio, hoeft dat niet per se een keuze te zijn die goed gaat uitpakken voor jou. En veelal, kun je merken als jij een keuze vanuit liefde maakt, dat de mensen om jou heen dat vanuit angst doen. Dus die, of daar vanuit angst op reageren, moet ik eigenlijk zeggen. Dus die kijken meer van, oh, wat kan er misgaan? Heb je daar wel aan gedacht? En wat als dit nou gebeurt? En hoe moeten we dat gaan oplossen? Terwijl dat helemaal niet zo belangrijk is. Want als jij een keuze vanuit liefde maakt, dan volgt de weg vanzelf die jij mag gaan volgen. Dus je zult ook zien dat als je je keuze doorzet, dat de mensen om je heen ontzettend gelukkig voor jou zijn als het lukt. En dat ze jou ook complimenten gaan geven achteraf. En zij willen gewoon niet dat jij teleurgesteld wordt in de keuze die jij maakt en dat het anders uitpakt als het enthousiasme waarmee jij het vertelde en de intentie die jij erachter had. Dus in principe is het hartstikke lief bedoeld dat zij kritiek of commentaar of opmerkingen geven op hetgeen wat jij vertelde. Maar als je echt overtuigd bent van jouw keuze, ga er dan gewoon voor. Maak die keuze voor jezelf als die vanuit liefde is, want die kan alleen maar goed uitpakken. Maakt dus niet uit wat anderen erover denken, doe het gewoon. Als je je intuïtie volgt, dan zit je altijd goed. En je kunt nieuwe wegen ook niet inslaan vanuit oude overtuigingen. Dus stap uit je comfortzone en doe het gewoon. Maak het besluit en zie later wel hoe het uitpakt. Misschien moet je het nog even bijschaven. Misschien pakt het in één keer goed uit. Maar hoe het ook gaat, het maakt niet uit. Het is niet erg als je iets moet aanpassen of als het op een andere manier gaat of dat je in eerste instantie wilde. Want het gaat ook om de weg ernaartoe en het gaat erom dat je het doet. Dus als je een idee hebt en mensen in je omgeving staan er niet helemaal achter, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je jezelf ontwikkelt, dat je jezelf gelukkig wordt en dat je jezelf verder komt op het pad wat jij voor jezelf hebt uitgestippeld. En de keuze die je maakt, die hoeft dus niet af te hangen van de mening van anderen. Want het is hartstikke lief bedoeld wat zij aangeven en de onmogelijkheden waarop zij jou wijzen. Maar het is niet hoe het hoeft uit te pakken. Het is niet wat er hoeft te gebeuren.
Wees ook niet bang dat je de verkeerde keuze maakt. Want de verkeerde keuze maken, dat gebeurt niet, dat kan niet. Je zult er altijd iets van leren. Je zult er altijd nieuwe ideeën door krijgen. Je zult er altijd nieuwe ervaringen door opdoen. En je zult jezelf er altijd verder door ontwikkelen, ook als het niet lukt. En wat is hetgeen dat je verliest als het niet lukt? Misschien wel tijd, maar verder niet zoveel. Dus als je omgeving niet zo positief is over iets wat jij wil gaan doen, en je bent zelf wel echt overtuigd van het idee dat je hebt, de uitvoering die je hebt, en welk geluk het jou gaat brengen, doe het dan gewoon vooral. Want als het vanuit je hart komt, dan is het goed voor je. Dan zul je er echt gelukkiger van worden. En ik zou zeggen, ga ervoor, leef je leven en doei, doei, doei.